In hun werving- en selectieprocedure voor medewerkerdienstverlening heeft Bibliotheek Zuid-Kennemerland iets bijzonders in hun sollicitatieprocedure opgenomen. Teamleider publieksdienstverlening Janneke van Schaik en medewerkerdienstverlening Joris Rozenhart vertellen hier meer over. Ik ben in de bibliotheekbranche beland, deels omdat ik al als kind heel graag in de bibliotheek kwam. Daarnaast heb ik jarenlang in de thuiszorg gewerkt, waarbij ik veel verhalen van oudere mensen aanhoorde, maar ook veel instanties heb gebeld om mensen te helpen, veel problemen op te lossen. Deze vacature sprak me heel erg aan, omdat je iedereen die hier komt wegwijs maakt binnen de bibliotheek. En dat kan zijn om zowel de collectie van de boeken natuurlijk, kinderen die spreekbeurten houden of werkstukken moeten maken, leesboeken, maar ook informatiepunt voor digitale overheid. En in de vacature van de bibliotheek viel dat wel heel mooi samen, zowel de boeken als het sociale aspect om mensen te kunnen helpen waar nodig. Ik heb gesolliciteerd aan de hand van een motivatievideo. En natuurlijk vond ik dat wel confronterend. Je ziet jezelf terug op videobeeld en dat is toch anders dan dat een ander naar je kijkt. Maar aan de andere kant, het zorgt er wel voor mij in ieder geval, om kritisch na te denken waarom ik deze baan zo graag wil. En ik denk dat het een goede manier is om jezelf te kunnen presenteren in plaats van enkel je cv op te sturen. We hebben vorig jaar gekeken naar welke doelgroep willen we bereiken, waar zijn we nou precies naar op zoek. We hebben gekeken naar onze vacature, hoe die eruit ziet. We hebben die een beetje opgepimpt en gekeken bij andere organisaties hoe ze dat doen. En uiteindelijk kwamen we uit op een sollicitatiefilmpje of een motivatiefilmpje waarin een kandidaat zich gelijk eigenlijk presenteert. De inzet van een motivatiefilmpje is zeker succesvol. We hebben met name in de eerste ronde gemerkt, toen hadden we 11 kandidaten uitgenodigd. En 9 daarvan zijn doorgegaan en hebben eigenlijk een hele fijne samenwerking mee ervaren. Het geeft een mooi beeld. Iemand kan zichzelf kort en bondig voorstellen, maar wel zijn enthousiasme laten blijken. En presentatievaardigheden, wat een belangrijk onderdeel van de functie voor een medewerker dienstverlener is, is ook zeker goed zichtbaar op de video. Als ik terugkijk op mijn sollicitatieprocedure, vond ik het fijn om een video te maken. Om voor mijn eigen zelfreflectie tijdens het sollicitatieproces. Maar daarnaast vond ik het ook gewoon heel fijn om daarna ook nog een gesprek te hebben om uitgebreid te laten zien wie ik ben. Als ik een tip mag geven, dan denk ik dat het goed is om vooral te kijken naar je vacature tekst en dan na te denken welke doelgroepen wil ik bereiken. Wij hebben heel erg gekeken om wat kort, wat bondiger, dat leest prettiger. En we hebben gekeken naar het motivatiefilmpje. Wij zoeken ook naar vooral op de functie van medewerker dienstverlening naar presentatievaardigheden. En dat zie je mooi terug in een filmpje. Het is vrij kort en bondig, dus je scant vrij snel, is dit wat ik zoek? En dat werkt bij ons heel goed in de verdere gesprekken die we daarna voeren.